Vijf artiesten van Suriname hebben vandaag royalties, dus geld, ontvangen via de nummer 1 online muziekstreaming app van het Caribisch gebied, TrackDrip. Dit werd vanmorgen bekendgemaakt op een persconferentie. TrackDrip is een nieuwe regionale muziekdienst voor Suriname, Curaçao, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Vanmorgen is voor het eerst in Suriname een lokale artiest uitbetaald op basis van het aantal keren dat er naar zijn muziek is geluisterd via de app, zegt Priscilla Muhammad, commercieel manager van TrackDrip. Ze geeft verder aan wat het streven van de streaming app is. Volgens Giovanni Ravenberg, directeur van TrackDrip, is er niet alleen muziek van Surinaamse artiesten te beluisteren op de app. Het streven is om samen met artiesten en de fans te willen kijken naar de ontwikkeling, de professionalisering in het Caribisch gebied als het gaat om de muziekindustrie. Natuurlijk willen we ook muziek creëren met ze en exploiteren naar het Caribisch gebied, zowel als internationaal als op lokaal niveau. TrackDrip maakt het namelijk mogelijk dat er een ecosysteem is waarbij muziek wordt gedigitaliseerd en toegankelijk wordt gemaakt via uw mobiele telefoon. Onze portal is eindelijk af. Een portal is niets anders dan een platform wat nodig is om content op onze app te krijgen, op TrackDrip te krijgen. De afgelopen 5 maanden hadden we geen portaal, dus dat alles moest handmatig. Dus ons technisch team heeft zich heel erg ingezet om duizenden liedjes op het platform te krijgen, alleen zodat de artiesten uiteindelijk kunnen verdienen en om dat ding rijdende te houden. Onze portal is af, dus nu bieden we ook veel meer transparantie. De artiest kan 's morgens opstaan en in real time zijn data zien, zijn overzicht zien hoeveel geld hij heeft op de app en hij kan veel makkelijker zijn muziek via zijn laptop of zijn tablet op de app plaatsen. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme is trots op de organisatie en de artiesten. Hij geeft aan dat het goed is dat artiesten royalties ontvangen. Dit past helemaal binnen het beleid van het ministerie. Raoul Swedo, voorzitter van de artiestentrekkersorganisatie, gaf aan dat het uitbetalen van royalties een enorme ondersteuning voor de artiesten is. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het commercialiseren van intellectuele eigendommen en in dit geval de muziekrechten. Hiervoor wordt bij het ministerie de wet intellectuele eigendommen en de wet naburige rechten voorbereid voor behandeling in de Nationale Assemblee. Het verwezenlijken van de voornemens van het ministerie komt bij deze uitreiking duidelijk tot zijn recht. Zeker aangaande het verdienmodel van de artiest als ondernemer, ontvangt u vandaag als ondernemer uw welverdiende beloning voor uw product. De muziekwereld in Suriname, zijnde een sector binnen de economie, heeft genoeg potentie. Muzikale expressie helpt ons verder bij het uitdragen van de Surinaamse cultuur, zijnde een van de pijlers van toerisme van ons land. De prachtige Moxipatu, welke een weerspiegeling aan de diversiteit aan cultuur in ons land is, zal zeker toevoegen aan het uitdragen van onze nieuwbakken ondernemers. In de nabije toekomst wil het ministerie een vervolgsessie houden om samen met de artiesten na te gaan hoe de nationale marketing en promotie van Suriname ter hand genomen kan worden. Dat was minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak vanmorgen op de persconferentie over de uitbetaling van royalties aan 5 Surinaamse artiesten. Deze zijn Kater Karma, King Kuyeba Damaru, GTS en The Juniors. De persconferentie is gehouden in de Flex Mall.